Kijk, iedere hond kun je gek maken. Hier is weinig voor nodig om ze gek te maken. Je hebt altijd mensen in de wereld die nemen een pitbull eigenlijk vaak om te waken, om agressief te maken, weet je. Maar bedoel, dan moet je geen hond nemen. Dat zijn honden, daar heb je niet. Je kunt ze niet loslaten. Ja, we willen op deze manier mensen dus laten zien dat wat wij doen niet verkeerd en niet slecht bedoeld is. Van de hond wordt die volk geboren, die wordt gek gemaakt, kijk. We zijn in het Zuiderpark. Hier worden trainingen gegeven met honden die door veel mensen worden gezien als valse honden. Danny en Quincy trainen deze honden met ontzettend veel passie en zorgen ervoor dat deze honden de dagelijkse training krijgen die echt nodig is. Tijdens deze trainingen is iedereen vrij om een kijkje te komen nemen en Danny of Quincy leggen je graag uit waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dit is de A-frame. De bedoeling is om zo vaak mogelijk heen en weer te gaan. Hoe meer je heen en weer gaat, hoe beter je de puntentelling. Af en toe omlaag. En los. Los. Waar hij nu naar springt, is een bijtrol. De trainingen zijn niet gebaseerd op het geweld wat de meeste mensen vaak zien. Maar deze trainingen zijn gericht op lichaamsbeweging, actiefheid kwijt kunnen raken en om de band met de baas een stuk beter te wat maken. Wat voor ras is jouw hond? Het is een bully. Heel veel mensen die associëren hem vaak met pitbullachtige natuurlijk. En ik wil juist gewoon de mensen heel vaak gewoon laten zien dat niet alle honden geassocieerd worden met de pitbullachtige. En dat hoor je natuurlijk dagelijks, ook in de media. Weet je honden worden gauw gelijk afgekeurd als er een hond blijkbaar iets heeft gedaan wat eigenlijk een baas veroorzaakt heeft. Want ik zeg altijd, een hond wordt vals gemaakt, niet vals geboren. En ik probeer altijd gewoon mensen uit te leggen, weet je, van joh, je maakt je honden eigenlijk al bang als ik met mijn hond aankom lopen. Hè. Mensen komen aanlopen met een hond, bijvoorbeeld een labrador of een golden retriever of een klein hondje. En dan lopen ze gelijk al heel erg strak met een hond zo vasthouden. En dan zeg ik altijd tegen de mensen, joh, jullie maken je honden eigenlijk al zo bang. Ik zeg alleen maar door wat jullie horen eigenlijk of zien in de media. Ik zeg, en daarom willen wij gewoon eigenlijk aan de mensen laten zien gewoon dat niet altijd maar in kwaad daglicht wordt gezet. Dat is voor ons eigenlijk belangrijk. Omstanders reageren vaak niet positief op de hondentrainingen in het Zuiderpark en bellen de politie. De trainingen werden in het verleden gezien alsof de mensen de honden in de bomen hingen. Maar deze training is juist gebaseerd op het vangen van een prooi in de lucht. Tijdens de trainingen is iedereen van harte welkom om een blik te komen werpen op de trainingen. En iedereen mag ook zijn eigen hond meenemen. Als u langskomt met een hond, houd deze dan wel aangeleind alstublieft. Wij trainen hier eigenlijk al dik een jaar. En we komen vaak problemen tegen met mensen die onbegrip tonen voor hetgene wat wij doen. En we willen op deze manier mensen dus laten zien dat wat wij doen niet verkeerd en niet slecht bedoeld is. Ik heb zelf Argentijnen. Ja? Kijk, iedere hond kun je gek maken. Ja, tuurlijk. En hier is weinig voor nodig om ze gek te maken. Want een hond wordt niet vals geboren, die wordt gek gemaakt. Kijk, hun zijn zelf gek maken. Dat we graag in samenwerking met mensen, het is openbaar terrein. Dat we misschien wat regels en afspraken kunnen maken, zodat iedereen gewoon zijn ding kan doen in het Zuiderpark. Iedereen kan hier zijn ding doen, maar wij botsen er gewoon vaak op onbegrip en tegenwerken van mensen in hetgene wat wij doen. Daarom doen we ook gewoon deze oefeningen. Wij zijn hier eigenlijk vandaag ook voor het eerst. Gewoon om te kijken van joh, wat kan mijn hond? Is mijn hond daar wel in toe in staat? En ja, tot nu toe moet ik zeggen dat het een hele leuke organisatie is. En het wordt goed georganiseerd. De politie was vanmorgen ook aanwezig. Nou, niks aan de hand, weet je. Gewoon, je ziet het, heel veel mensen kijken gewoon. En dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Dus ja. Dus ja, jullie halen gewoon helemaal positieve willen jullie van de hond daarboven halen. Klopt. En gewoon laten zien waarvoor de honden eigenlijk zijn. Ja.
en wat ze kunnen. Ja, precies. Weet je, kijk, je hebt altijd mensen in de wereld die nemen een pitbull eigenlijk vaak om te waken, om agressief te maken, weet je. Maar bedoel, dan moet je geen hond nemen. Ja, een mooie hond hoor, daar gaat het nu om. Ja, ik heb wat hun niet aan het doen, Sam, ben ik niet mee eens. Als je een bully neemt of een Amerikaans Staffel of een pitbull, dan moet je weten waar je aan begint. Het zijn vaak honden die heel veel aandacht nodig hebben, die heel veel echt energie hebben, dus weet waar je aan begint. En heel veel mensen hebben die kennis niet. Die nemen een hond, die denken heel stoer, weet je, ik heb een pitbull, ik heb een, hè, wat erop lijkt. Maar eigenlijk zijn het hele lieve honden. Weet je, het is gewoon, hoe ga je met je hond om? Hè? Je ziet, het zit geen kwaad in. Als het een agressieve hond zou zijn, dan had hij nu bijvoorbeeld iemand aangevallen of had hij bijvoorbeeld gaan gommen. Dus zodoende dat wij openheid en transparantheid van zaken willen geven. Dat, over wat wij hier aan het doen zijn met onze honden. Nou, kijk, dat is fijn om te horen. Ik kwam aanlopen en ik zag de bordjes al hangen. Dat is gewoon puur om het feit van te laten zien van, joh, wij houden hier een evenement voor de honden. Of is het gewoon om te laten zien van, hou je hond vast en je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja, nou ja, goed, het pitbull-achtige ras is de laatste tijd veel in het journaal. Waarom pitbull-achtige? De officiële pitbull, die dus wel geteld in Nederland met om en nabij de 400 stuks geregistreerd zijn, zou je nooit in het journaal zien. Dat zijn allemaal eigenaren die uitsluitend het ras gekozen hebben om het ras en om ermee te kunnen sporten of show of voor de fok. Maar dat zijn allemaal mensen die gewoon voor 100% weten wat wel en wat niet. Dus het meeste ongelukken is onwetendheid met een hondensoort wat verre bijna een pitbullachtig is. Wij willen geen ongelukken, dus wij hebben in combinatie of in samenwerking met politie Haaglanden, met agent Van der Poel, hebben wij besproken dat we de velden af mogen sluiten, zeg maar. In die mate dat we mensen aantonen van oké, dit zijn wij aan het doen. Het is een losloopgebied hier zo, dus daar geldt nu een aanlijnplicht. En dat staat op de borden vermeld en tevens ook het spoednummer voor de dierenambulance, voor mocht er een hond een poot breken of iets anders. Dat we gewoon weten waar we heen moeten. En ja, we hopen dat dit één keer in de 14 dagen te doen. En dat mensen nieuwsgierig zijn en met vragen of opmerkingen gezellig eens langskomen, een bak koffie drinken en eens vragen wat ze willen weten. Ik bedoel, het is gewoon een spelletje voor hem. Het is eigenlijk gewoon een training. Honden hebben dat gewoon nodig. Dus ja, dat is voor ons gewoon belangrijk om te laten zien van, joh, kijk, het zit helemaal geen kwaad in die beestjes. Het begint bij jezelf. Hoe ga je met je hond werken? Dat is voor mij ons belangrijkste.